Mike van Duinen, welkom bij Excelsior Rotterdam. Voelt het een beetje als thuiskomen als je hier weer rondloopt? Ja, absoluut. Ik heb hier natuurlijk al eerder gevoetbald. Ook vorig jaar nog een week meegetraind. Altijd goede contacten hier gehouden en een warme band met Excelsior. Dus in dat opzicht is het zeker thuiskomen. Ja, pikant detail is dat je de contractonderhandelingen met je broer moest voeren. Hoe is dat? Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik veel contractueel gezien met Daan heb gesproken. Omdat het toch een, denk ik, situatie is die je niet vaak ziet. Maar ik denk dat wij er allebei heel professioneel mee om zijn gegaan. En uiteindelijk ben ik hier niet de broer van. En ik doe mijn werk, hij doet zijn werk. Zo zitten we erin en in dat opzicht kunnen we dat prima scheiden. Ja, want waarom heb je de keuze gemaakt om terug te komen? Ja, wat ik net schetste, die warme band, die is altijd gebleven. Ja, toen dat contact er was, begon het weer enorm te kriebelen. Ja, de eerste gesprekken gehad, dat was positief. Met de trainerstaf ook gesproken natuurlijk, positief gevoel aan overgehouden. Ja, zodoende zitten we nu hier en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, maar de trainer wilde je heel graag hebben. Eigenlijk vorig jaar al, toen je even meetrainde. Ja. Wat ik schetste, dat de contact is eigenlijk altijd wel gebleven. En ik bleef het natuurlijk volgen helemaal toen ik hier weer een week had meegetraind. Toen vorig jaar was inderdaad al ter sprake gekomen. Toen koos ik iets anders. Maar ja, wat ik zeg, het contact bleef. En gelukkig is het nu wel zover gekomen. Ja, want waarom heb je ervoor gekozen om weer terug te komen naar Nederland? Deels omdat mijn situatie bij OVI Creta, het uitzicht op speelminuten was minder. En ik voel me nog veel te goed om niet aan bod te komen. Het plaatje sprak me gewoon heel erg aan. Goed gevoel, wat ik net zei. Ja, heel veel zin om hier dan aan de slag te gaan en mijn steentje bij te dragen. Ja, gaan knokken voor mijn plekje. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, want waarom is Excelsior dan voor jou de ideale club om nu aan te sluiten? Nou, ik denk een hele ambitieuze club. En een club die natuurlijk graag vooruit wil, maar door keihard werken die stappen wil zetten. En dat past denk ik heel erg goed bij mij. En dat heeft in het verleden ook al zich uitgewezen, zeg maar. Dus dat, ja, daar heb ik heel veel zin in om, wat ik heb gehoord, een gretige groep keihard te gaan werken. Ja, resultaat neer te gaan zetten. En dat gevoel heb ik wel heel erg sterk. Ja, want de gretige groep stond er ook in jouw eerste periode hier, want toen heb je ook twee echt goede seizoenen gedraaid. Ja, volgens mij werden we één keer 11e, één keer 12e. Dat was een perfecte tijd voor mij. En inderdaad met een gretige groep keihard werken, waardoor wij een hecht team hadden gecreëerd. Ja, daardoor denk ik zo'n goede prestatie neer kon zetten met Excelsior. Ja, er zijn heel veel jonge jongens natuurlijk in deze groep. Jij bent dadelijk een van de jongens die met de ervaring dat misschien wel een beetje moet gaan sturen. Voel je dat ook echt zo? Nou ja, ik denk dat leeftijd in dat opzicht niet alles zegt. Want iedereen moet denk ik zijn mond open trekken en elkaar aansturen. Maar natuurlijk wordt er denk ik van de oudere jongens naar iets meer van verwacht. En dat is in mijn ogen heel terecht. En ik heb, wat ik zei, mijn steentje daarin bij te dragen en met z'n allen te knokken om wat moois neer te gaan zetten hier. Want de voorwaarden zijn er en nu is het uiteindelijk aan ons. Ja, want wat weet jij van de groep die er nu staat bij Excel? Persoonlijk ken ik heel veel jongens niet, los van die week vorig seizoen. Wat ik er vanaf kan zien is dat het een groep is die in dat opzicht straalt door wat een hechte groep is. En voor iedere meter knokt en elkaar heel veel gunt. En van buitenaf wat ik erover kan zeggen, wat ik over kan vinden, is denk ik dat het gewoon een hecht team is. En ik denk dat absoluut de kracht is. Ja, wat kun jij toevoegen aan deze ploeg? Of wat gaat jouw rol worden? Nou, los van het feit dat ik in het veld natuurlijk voetballen mijn steentje wil bijdragen. Ja, probeer ik denk ik ook, wat jij net schetste, de jonge groep met mijn ervaring dat te delen. En uiteindelijk hoop ik dat we daardoor nog een stapje vooruit kunnen maken. En los daarvan heb ik gewoon heel veel zin in. En denk ik dat wij met z'n allen er wat moois van kunnen maken. Ben je klaar om te gaan spelen? Fit helemaal? Ja, ik voel me hartstikke goed. En ik heb wel in dat opzicht een iets kortere voorbereiding. Wij zijn iets later begonnen. Ik voel me hartstikke goed. Ik ben in principe klaar om te gaan knallen. Aan te sluiten bij de wedstrijdselectie hopelijk tegen PSV. Dat is gelijk een mooi affiche. Ja, zeker. Hartstikke mooie wedstrijd. En ook thuis. Dus dat is denk ik een extra glans. Dus daar kijken we ontzettend naar uit.